Cesco Achterberg, even gehoefd op de naam ook, die was goed. Trainer van AZRH woensdag tegen FC Utrecht. Ja, daar kom jij vandaan. Utrecht, is dat speciaal voor jou om die club te treffen en daar ook een wedstrijd te spelen? Ja, ik zou niet eerlijk zijn als het me niks doet. Ik ben er toch opgegroeid in die stad. Ik heb nog heel even in heel ver verleden bij de jeugdplan gelopen. Ik heb nog een jaartje scouting gedaan voor die club. Ja, en ik ken heel veel mensen, dus het is best speciaal. En het is natuurlijk extra speciaal ook omdat het in de beker is, amateurploeg. Voor heel de club denk ik heel erg belangrijk om daar te laten zien wat jullie kunnen. Wat kunnen jullie? Is dat, waar zijn jullie sterk? Stef Dudé zei, we hebben een paar goede middenvelders, aanvallers lopen die wat kunnen. Waar liggen jullie krachten? Ik denk dat de kracht is dat we toch wel echt als team kunnen opereren. We spelen een bepaald systeem wat goed op elkaar is afgestemd. Daar hebben we op getraind. Spelen we eigenlijk al 16, 17 weken spelen we zo. Iedereen weet eigenlijk wel wat hij moet doen. En dat vind ik de kracht, dat het een totaal plaatje. En natuurlijk voorin lopen wat handige jongens. Middenvelders zijn best wel lopende middenvelders met heel veel inhoud. Dat is wel bijzonder. En achterin hebben we met name op de zijkant hebben we vleugels die ook willen aanvallen. En tegen Utrecht, tegen Dick Advocaat. Hoe mooi is dat om tegen zo'n trainer tegenover te staan. Om die een hand te geven en echt een duel aan te gaan met hem. Ja, is interessant in die zin dat wij willen natuurlijk gewoon kijken hoe ver wij kunnen komen. En ik heb Utrecht een paar keer zien spelen. Dat viel me tegen NAC niet zo mee. Tegen AZ kwamen ze redelijk goed weg. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, en of dat het dik komt weet ik niet. Maar zoals ik ze van het weekend zag, denk ik wel dat het goed in elkaar steekt nu. Ik vind ze op iedere positie echt sterk nu. En dat vond ik in het begin niet zo. Dus ik denk dat het een hele lastige klus wordt. En je wil natuurlijk heel graag winnen. Maar je hebt wel wat iets met die club. En je bent dus wel blij dat het weer de goede kant op gaat daar. Ja, kijk, ik ben vooral voor voetballiefhebber. Dus ik moet heel erg zeggen, ik vind het mooi als ploegen dat voor elkaar krijgen. En dan ook daarin beloond worden. Maar ik kan ook genieten van, ik heb in de tijd dat AZ succes had, heb ik daarvan kunnen genieten. En ik heb ook genoten van Feyenoord toen het kampioen werd. En ook Ajax in de Champions League kan ik ook van genieten. Dus ik ben niet heel erg clubgebonden. Ik kan vooral genieten als dingen goed voor elkaar zijn. En die dingen zijn dan wel goed bij elkaar bij Utrecht. Maar toch ga je kijken, analyseren lijkt mij, van hoe staat die ploeg ervoor? Wat zijn de zwaktes? Ja, heb je wat kunnen ontdekken? Ja, ik dacht dat ik dat had ontdekt. Maar dat is dit weekend gewoon goed voor elkaar bij hun. Dus ze hebben nu weinig zwakke plekken, moet ik zeggen. Dus daarom zeg ik, het wordt heel zwaar. Maar goed, weet je, je hebt altijd kans. En misschien bij hun een mindere dag. Misschien wat andere spelers. Een stukje onderschatting. Bij ons moet het een hele goede dag zijn. En als de goal lang uitblijft, zal het bij hun misschien zullen ze wat gaan twijfelen. Dat zou kunnen. Hoe gaan jullie het aanpakken? Ik heb jullie een handbalspelletje zien doen, vooral voor het plezier volgens mij. Gaan jullie heel veel verdedigend inzetten? 5-4-1, wat moet ik me voor me halen? Of wil je juist voetballen om wat tijd te kunnen winnen? Ja, kijk, de kans dat je gaat winnen is heel klein. Dus ik vind dat je zo'n wedstrijd aan moet pakken om te kijken hoe ver je kan komen. Ja, en ga je verdedigen en achteruit lopen, dan krijg je hem vroeg of laat toch tegen. En dan heb je niet kunnen genieten van die wedstrijd. Dus ik denk dat wij vooral ons eigen ding gaan doen. Althans proberen. En dan is het aan Utrecht hoe goed zij zijn. Of ze ons met de rug tegen de muur gaan zetten. En dat zal ongetwijfeld gebeuren. Alleen, in welke minuut en wanneer dat gaat gebeuren, dat ligt meer in Utrecht, denk ik. En hoe vaak heb je deze wedstrijd in je hoofd al gespeeld? Of ben je niet iemand die je 's nachts overdroomt? Nee, dat ben ik niet. Kijk, we staan met beide benen op de grond. We komen net van Harkema's Boys uit. Wij hebben zaterdag Quick Boys uit. Dat is voor ons heel belangrijk. Dit is echt een tussendoortje. En hier gaan we van genieten en we gaan onze huid duur verkopen. Maar heel eerlijk, zo'n wedstrijd tussendoor, hè, zaterdag, woensdag, zaterdag is niet ideaal natuurlijk voor een amateurvoetballer niet. En dan in de competitie, om tenslotte daar ook eventjes aandacht aan te besteden. Wat is echt het doel dit jaar? En na een aantal overwinningen, nu een nederlaag tegen Harkema's Boys. Hoe staan jullie ervoor en zijn de doelstellingen nog te halen? Ja, doelstellingen zeker te halen. Kijk, ik denk dat wij op zich goed bezig zijn. Alleen het moet stabieler worden. En, maar goed, we hebben een jonge ploeg. Veel jonge jongens, veel nieuwe jongens.
Dus ja, dat weet je, kleine foutjes worden direct afgestraft in de derde divisie. Dus ja, wij zijn een paar, we hebben een paar onnodige nederlagen gehad. Ik vond die van zaterdag vond ik redelijk terecht. Daar had ik niet zo heel veel moeite mee. Alleen, we zullen stabieler moeten worden. En dan zijn we dus in staat om een serie neer te zetten. En ja goed, we zullen zien waar dat eindigt. We hebben een doelstelling tussen plaats 5 en 8. Nou ja, staat nu op 8, toch? Nou staan we nu. We stonden van het weekend 5e. En staan 3 punten op nummer 4. En het staat vrij dicht bij elkaar. Dus alles is mogelijk.